De drie belangrijkste punten die ik in de praktijk op het gebied van de eigen woning tegenkom zijn de volgende. Punt 1 zijn vragen over de bijleenregeling. Wat zijn de gevolgen van deze regeling voor mijn specifieke situatie? Hoeveel hypotheekrente kan ik nog aftrekken na aanschaf van een nieuwe eigen woning? Punt 2 zijn vragen over de verkoop van een eigen woning. En dan vooral de situatie dat een nieuwe eigen woning is gekocht en gefinancierd, terwijl de oude eigen woning nog niet is verkocht. En het derde punt, en in de praktijk een lastige, zijn vragen over een echtscheiding. Bijvoorbeeld vragen over wat de fiscale gevolgen zijn als een van de partners in het huis blijft wonen voor de hypotheekrenteaftrek en de bijleenregeling. Ten aanzien van de bijleenregeling zijn de berekeningen meestal goed te doen. De overwaarde van de verkochte woning kan gemakkelijk worden vastgesteld aan de hand van de verkoopprijs en de bijkomende kosten. Dit bedrag moet vervolgens voor fiscale doeleinden worden gebruikt voor de aanschaf van de nieuwe woning. Doet men dat niet, dan heeft men voor dit bedrag geen recht op hypotheekrenteaftrek. Maar er zijn ook minder eenvoudige situaties, zoals een mevrouw die bij mij kwam. En dit voorbeeld, dit is echt geen verzonnen voorbeeld, dit is echt een praktijkgeval. Zij had een huis en zij besloot 3 jaar later om het buurhuis te kopen en beide huizen te gaan samenvoegen. Vervolgens vond ze het nieuwe huis, wat ontstaan was, eigenlijk te groot. En ze besloot een deel van het woning weer te verkopen. Waarbij het deel dat ze verkocht bestond uit een deel van het oude en het nieuwe huis. Voor de bijleenregeling moest toen de overwaarde die was toe te rekenen aan het verkochte deel worden vastgesteld. Mevrouw besloot daarna een nieuwe woning te kopen en de oudere woning te gaan verhuren. En ook bij verhuur treedt de bijleenregeling in werking en moet de overwaarde worden vastgesteld. Omdat er bij verhuur geen verkoopprijs is, is dat geen eenvoudige berekening. En hiervoor hebben we dan ook een makelaar ingeschakeld. In de nieuwe woning is ze daarna gaan samenwonen, waarna ze na 1,5 jaar besloot een deel van die woning te gaan verkopen aan haar nieuwe partner. En ook daarbij treedt weer de bijleenregeling in werking. En moest vaststelling van de overwaarde van het verkochte deel, het deel dat ze dus verkocht aan haar partner, plaatsvinden. Vervolgens hebben ze onlangs besloten om samen een andere woning te gaan kopen. En op dat moment heb ik besloten om duidelijkheid te creëren met een berekening van de schuld en de aftrekbare rente. Deze berekening heb ik vervolgens voorgelegd aan de Belastingdienst met de vraag of ze ermee akkoord konden gaan. Hiermee wilde ik voorkomen dat er een tijdrovende en voor de klant dure discussie met de Belastingdienst zou ontstaan. Als voorbeeld van een vraag over de verkoop van een eigen woning kan ik een klant noemen die in 2008 een woning kocht in Sneek. Omdat hij zijn oude woning nog niet had verkocht, financierde hij de aanschaf van de woning in Sneek met een overbruggingshypotheek. Duur, maar oké, hij ging ervan uit dat hij de Amstelveense woning snel verkocht zou hebben. Dat viel echter enorm tegen. De woning werd niet verkocht en is nu, 3 jaar later, nog steeds niet verkocht. Gevolg hiervan dubbele hypotheeklasten. En hij kwam bij mij met de vraag of hij de hypotheekrente van beide leningen kon aftrekken. Gelukkig kon ik hem toen antwoorden dat hij gebruik kon maken van de verhuisregeling. Door deze regeling kon hij voor het jaar 2008 en voor de 2 daaropvolgende jaren, dus voor 2009 en 2010, de hypotheekrente van beide leningen aftrekken. Omdat hij in de tussentijd in Sneek is gaan wonen, zou met ingang van 1 januari 2011 de hypotheekrenteaftrek voor de woning in Amstelveen komen te vervallen. Maar ja, ik had gelukkig een kleine pleister voor zijn wonden, want hij kon gebruik maken van een tijdelijke maatregel die was opgenomen in het Belastingplan 2011. Deze regeling houdt in dat de 2-jaarstermijn werd opgerekt naar een 3-jaarstermijn. Hierdoor heeft hij dus voor 2011 nog hypotheekrenteaftrek voor beide leningen. Voor 2012 valt echter het doek voor de Amstelveense lening. Dus de Amstelveense woning moet echt in 2011 verkocht worden.
Het derde voorbeeld wat ik uit mijn praktijk aan jullie wil vertellen, is dat ik in mijn praktijk vaak situaties van scheidingen tegenkom. Een echtpaar in gemeenschap van goederen getrouwd met een eigen woning gaat scheiden. Vrouw blijft met de kinderen in de eigen woning wonen, man gaat in een appartement wonen. In veel gevallen heeft de vrouw geen betaalde baan en kan voordat de echtscheiding formeel rond is, de financiering van het huis niet overnemen. In de beginsituatie heeft ook vaak de emotie de overhand, waardoor er vaak vertragingen zijn en de financiële afwikkeling niet zo snel loopt. In deze onduidelijke situatie, een onduidelijke, vage periode, biedt de fiscale echtscheidingsregeling uitkomst. De ex-partner die de woning verlaat, kan nog gedurende 2 jaar zijn deel van het eigen woningforfait aangeven in zijn aangifte in box 1. Hierop kan hij de hypotheekrente in mindering brengen. Daarnaast kan hij het eigen woningforfait dat hij aangeeft als alimentatie weer aftrekken. De partner die in het huis blijft wonen, moet haar deel van het eigen woningforfait aangeven in haar aangifte. Hierop mag ze haar deel van de hypotheekrente aftrekken. En daarnaast moet zij het eigen woningforfait van haar ex-partner als alimentatie in de vorm van woongenot in haar aangifte aangeven. Als de ex-partner de volledige hypotheekrente blijft betalen, dan is de helft van deze rente voor hem aftrekbare alimentatie. Een tip die ik wil meegeven is om alert te zijn bij de financiering van verbouwingen van een eigen woning. Ik ervaar namelijk dat de Belastingdienst daar steeds meer op gaat letten. Denk aan het onderscheid tussen huurders- en eigenaarslasten. De Belastingdienst neemt steeds meer de stelling in dat het bedrag van de lening voor bijvoorbeeld het binnenverfwerk, het parket, de behang en de deurkrukken en dergelijke niet meer als eigen woningsschuld kunnen worden aangemerkt. De vraag is natuurlijk of dit standpunt van de Belastingdienst juist is, maar ik adviseer u toch op voorhand om uw klanten te waarschuwen voor dit standpunt. Mijn tweede tip is om 3 jaar te gaan huren, als volledige financiering gewenst is, en niet meteen om een nieuwe eigen woning aan te schaffen. Hiermee wordt de werking van de bijleenregeling ontlopen. Alvorens dit te adviseren, moet natuurlijk wel even met de bank gecheckt worden of die ook bereid is om na 3 jaar die lening te verstrekken weer. De laatste tip die ik u wil meegeven is dat met ingang van 1 januari 2011 ook de lening voor de makelaarscourtage en de overdrachtsbelasting en dergelijke als eigen woningsschuld kan worden aangemerkt. Bestaande leningen die nu zijn opgenomen in box 3 kunnen worden overgebracht naar box 1, waardoor de rente voor die leningen weer aftrekbaar wordt. Het is handig om te checken of dat speelt bij uw klanten. Dit zijn de 3 tips die ik u wilde meegeven.